Merk je, dit durf ik bijna niet te vragen. Was dit nou de laatste wedstrijd dit seizoen voor jou? Voor mij wel, ja. Jij gaat op vakantie en daar komt niks meer tussen? Ik ga vertrek vannacht. Dus als het goed is, kom ik niet meer terug. Maak je toch een voorbehoud? Nou ja, ik moet zoveel regelen en doen dat ik, en ook met de eindstand, ik denk dat ik lekker daar blijf. Want als ik de trainer zo beluister, dan zit er toch wel wat rek ergens in al die vakanties van al die belangrijke spelers. Ja, maar ja, weet je, ik heb ook mijn planning gemaakt en ook dingen geregeld en gedaan. Ik ga lekker weg. Ja, staat geen geldbedrag, kan dat verandering inbrengen? Voor mij niet, nee. Deze wedstrijd, hoe kijk je daarop terug? Ik denk met twee gezichten. Ik denk eerste helft van beide kanten niet echt superveel kansen. Ik denk dat zij misschien voetballend ietsje beter de overhand hadden. Maar wij in de counter toch wel met Rico die doorkwam af en toe gevaarlijk waren. Alleen we krijgen daar een doelpunt tegen en ga je met 1-0 de rust in. En, daarna gelijk 2-0. Toen kwamen we terug naar 2-1. Ik denk dat we dat moment echt goed aan het drukken waren. En ik denk misschien dat de 2-2 ook in de lucht hing, doordat de scheidsrechter kramp kreeg. Ja, dan scheurt je zijn kuitspier, begreep ik. Ja, hij riep mij een aanvoerder van Spakenburg om te zeggen dat hij kramp had en dat hij naar binnen moest. Penalty leek een cadeautje. Ik kon niet goed zien. Ik dacht dat hij over landing heen viel met zijn been. Dus, van mijn kant was het een penalty. Discutabel natuurlijk. Ja, bracht in ieder geval spanning terug in de wedstrijd. En bij jullie het geloof dat er toch nog wat te halen viel? Ja, ik denk dat het mogelijk was om de 2-2 te maken. Omdat we op dat moment echt aan het pushen waren. En ook de corner in ons voordeel kregen. Dus je ziet, je krijgt de corner. Je krijgt zelf de kans om 2-2 te maken. En dan ligt daar in het netje is 3-1. Ja, en dan ga je naar huis. En wat denk je dan? Wat ik denk? Ja. Verloren 4-1. Ja, maar ja, met de wetenschap dat er nog een wedstrijd komt, daar ben je er niet bij. Ja, maar ja, wat moet je eraan doen? We hebben hier al heel verhaal en heel gedoe over gehad. En laten we dat maar gewoon een keer klaar mee zijn en doen met de jongens die we hebben. En de jongens die terugkomen, die komen terug. En de jongens die niet terugkomen, ja, die gaan lekker op vakantie. Waar zit je volgende week zondag om 5 uur? Zaterdag bedoel ik? Volgende week? Nee, morgen. Ja, nee, maar volgende week zaterdag, als die wedstrijd gespeeld wordt, op goed genoeg? Waar ik zit? Ik zit op Ibiza. En dan? Ga je het dan op een of andere manier via Twitter, via een site in de gaten houden? Ik zie het wel. Moeten we je bellen? Ik heb een telefoon, dus ik denk dat het wel goed komt. Stel je voor dat het 4-0 wordt. Want Willem Leushuis, die zei nog, nou ja, je gaat ervan uit dat het gespeeld is. Maar het is toch gespeeld, 4-1? Niks is nooit helemaal gespeeld natuurlijk. Maar wat is de kans? Je hebt 4-1 verloren, je speelt thuis. Ik weet niet, misschien wel, misschien niet. Gaan we het zien volgende week. Fijne vakantie. Dankjewel.